Mark Voermans van BizSpark van Microsoft. Ja. Allebei dus. BizSpark is het programma waarin jullie start-ups helpen. Ja. Dus er moet ondernemerschap gesteund worden van overheidswegen? Ja, ondersteund worden, maar in ieder geval op een manier dat er geen barrières zijn. Dat de barrières worden weggehaald. Als ik nu met ondernemers praat in Nederland, dan lopen ze, zodra ze buiten de Nederlandse grenzen komen, tegen allerlei regels aan. Hoe is de BTW geregeld in Nederland? Hoe is het in België? Hoe is het in Frankrijk, Spanje, et cetera, et cetera? En daar liggen nog heel veel barrières die geslecht moeten worden voor ondernemers. En daar zou de overheid zeker een rol in moeten spelen wat mij betreft. Wat doe ik precies bij Microsoft? Dat programma wat je net al aanhaalde, Microsoft BizSpark, is voor startende softwarebedrijven. Van iedereen die pedicure software maakt op zijn zolderkamertje, tot aan de jongens die Google en Facebook aan het achterhalen zijn. En alles wat ertussenin zit, proberen wij te helpen door technologie te bieden, maar ook ondersteuning en een groot stuk zichtbaarheid, zodat je je onderneming ook voor het voetlicht kan brengen. En jij runt dat programma Microsoft Nederland? Ja, bij Microsoft Nederland. Specifiek op Nederland gericht? Specifiek voor de Nederlandse markt, ja. Oké, en wat voor start-ups ondersteunen dan? Of is het zo breed zoals je het net zegt? Iedereen die met software werkt? Niet iedereen die met software werkt. De criteria zijn als volgt. Je bent minder dan 5 jaar oud. Je bouwt software of een software dienst als primaire business inkomsten. En je hebt minder dan $1 miljoen revenue. En that's it. Gaat dat ook met concreet of met cash geld? Of zijn het echt middelen die jullie ter beschikking hebben? Nee, het zijn middelen en verbindingen eigenlijk. Dus ik zeg, ik zie mezelf als een facilitator en een enabler. Wij kennen natuurlijk de financiers waar wij mee praten, die in de start-up-markt rondlopen, die vinden het interessant om onze pareltjes te kennen en vice versa. Dus dat is een kwestie van met elkaar in contact brengen en dan uiteindelijk doen ze het allemaal zelf. Hoe vinden ze jullie? Met name op het web. We hebben ervoor gekozen om niet nog weer een extra start-up community te bouwen in Nederland. Bewust, omdat er al heel veel gebeurt in die scene. Dus wij hebben gemeend om bij de bestaande communities aan te sluiten en te zorgen dat we gewoon een goede webinterface hebben waar mensen terecht kunnen. Wat kan jouw grote bedrijf leren van die start-ups? Ik denk de slagkracht. Het pivoten, zoals dat zo mooi heet in de start-up scene. Meebewegen. Meebewegingen. Dus meebewegen op het moment dat je iets ziet gebeuren, daar meteen op sturen, meteen actie ondernemen. Ja, dat is als een organisatie als Microsoft toch even wat anders om snel een product shift te maken. Zou het kunnen in een groot bedrijf, denk ik? Ik heb uiteraard ook het boek van Eric Ries gelezen, Lean Startup. Ja. En ik denk dat het wel kan werken. Maar ik denk dat je dan een cultuurshock à la het nieuwe werken teweeg moet gaan brengen binnen bedrijven. En internationaal is dat nog weer lastig met natuurlijk verschillende culturen die binnen de verschillende landen. Worden die studenten voldoende opgeleid om te ondernemen, ja, in jouw visie? Nee, absoluut niet. En dat is ook de exacte reden waarom dat ik dat, graag die uitdaging ben aangegaan. Wat ik tot nu toe heb uitgedokterd en nagezocht, is dat toch 70-80% van de studenten denkt dat ze bij een midden- of kleinbedrijf gaan beginnen of voor een grote corporate aan de slag gaan. Ik wil ze graag laten zien dat ondernemen ook tot de mogelijkheden behoort. Microsoft is gewoon niet hip. Ik denk dat daar sinds de aankondiging van Surface en Windows Phone, dat daar de meningen inmiddels beginnen te verschuiven. Ik ben het met je eens dat wij heel lang zo zijn gezien. Maar ik denk dat er ook een kentering plaatsvindt, een kantelpunt is waarbij Microsoft nu laat zien dat het best wel weer interessant is en cool is om in ieder geval het platform te gaan verkennen. En ik denk dat veel ontwikkelaars met de kennis en kunde die ze hebben vandaag de dag op concurrerende platformen ook aan de slag kunnen op een Windows-platform. Doelend op Silicon Valley gok ik zomaar, ja, dat te mooi wordt afgeschilderd. Ik denk dat wij horen alleen de gave, coole, luxe, mooie verhalen. Successen horen we zeggen. We horen alleen de successen. En ik denk dat daar wat dat betreft dat de vangnetten in Nederland veel beter georganiseerd zijn dan daar. Dus je gaat daar een groter risico aan. Ik denk dat als je hier wil proeven aan het ondernemerschap, dat in Nederland een veel beter klimaat is dan in Amerika. Tuurlijk, qua financiering is het hier moeilijker, maar ik denk dat je dat ook creatiever maakt.